Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in De Koterij! Jawel, lieve vrienden. Deze week werk ik verder aan het decorstuk voor mijn nieuwe stand-up comedy show Apocalypse. Dit jaar een 80 race-spelletje was de inspiratie. Dit is de maquette en hier staat het voorlopige eindresultaat. Met de nadruk op voorlopig natuurlijk, want het is nog lang niet klaar. Je ziet, het is een halve fiets met een halve constructie, maar we doen verder. Nu gaan we tussen dit tandwiel en het tandwiel hier achteraan een ketting hangen. Maar die ketting moet op spanning gehouden worden met een kettingspanner. En die ga ik maken met dit wiel dat ik kocht op een crappy Chinese website. Dat bedoel ik dus met een kettingspanner, want ja, die ketting die hangt nog super slap. Maar ik kan die dus nu opspannen door dat wiel naar daar op te schuiven en dan is de ketting mooi opgespannen. Nu, waarom moet dat slap kunnen? Ah, als ik daar nog ooit dingen wil aan vervangen, als er dingen kapot zijn, ja, dan moet die ketting eraf kunnen. En als ik ze opgespannen in het systeem steek, dan lukt dat niet. Dus vandaar de kettingspanner en dat complex systeem. Ik vind het een overwinning op mezelf. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dat tandwiel aangepast om op dat roodwiel te passen hier. Dan die tandwielen zelf, dit tandwiel, dit en dit tandwiel. Ervoor zorgen dat dat in hetzelfde vlak ligt. Ja, ik heb er eigenlijk gewoon vierkante buizen tegen gespannen tot alles mooi op dezelfde, ja, in hetzelfde vlak lag. En dan is het een klein beetje vastgelast en voilà, dit zou perfect moeten werken. Nu ga ik de ketting opspannen, dan het achterste tandwiel ook vastlassen. Als dat ook in hetzelfde vlak ligt, hebben we dat goed gedaan. En dan kunnen we fietsen met een reductie van 1 op 12. Oké, ketting opspannen, dat vastlassen en dan duimen. Yeah! Yes, bam, voilà. De tweede stap is ook klaar. Dus ik heb een kettingspanner en ook een aandrijving voor mijn discobol en het systeem, kan er niet aan, het draaibaar systeem voor de spots. Hè. Ja, voilà, want kijk hier, zoals dat je ziet, hè, dus dit is de discobol en
een draaibaar systeem om het sturen van de spaceship ook te kunnen projecteren aan de binnenkant van de theaterzaal. Had ik dat al uitgelegd? Nee, maar ja, goed, dat weet iedereen die de koterij volgt. Dus dit wordt eigenlijk één groot projectiesysteem om een sterrenhemel aan de binnenkant van een cultureel centrum of een theaterzaal te kunnen projecteren. Om de illusie te creëren dat we eigenlijk in een heel groot ruimteschip zitten dat vliegt door de sterrenhemel. En doordat de discobol zo draait, projecteren we dus ja, een vooruitgaande beweging. Ja, iedereen is mee. Hè? Goed, daarvoor had ik dus, moet er natuurlijk spots gericht worden op de discobol. En ja, ik wou ook het draaien van het spaceship en de fiets in dit geval ook kunnen projecteren op de binnenkant van de theaterzalen. En voilà, dus daarom moeten er dus drie spots rondom geprojecteerd worden. Drie bevestigingspunten. Nu, hoe gaan die spots daarop zitten? Dat kan ik eigenlijk nu nog niet 100% bepalen, want nu moeten we eerst op deze as de discobol installeren. En dat wordt ook niet zo evident. Oké, op het eerste gezicht zit daar eigenlijk een spil door, want je hebt hier bovenaan een ringetje waar de spiegelbol aan opgehangen wordt. En, oh my, dat is niet echt licht. En hier aan de andere kant zit eigenlijk een moer. Dus ik denk dat daar gewoon een spil door zit. Nu, om dat allemaal beter te bekijken, ga ik wat spiegeltjes losmaken. En dan denk ik dat ik gewoon hier die rivetjes ga uitboren en dan kijken of dat die spil loskomt. En dan zijn we eigenlijk al een heel eind, want er moet gewoon terug een spil door. En dan moet het... Ja, nee, er zijn nog wel een aantal dingen. Maar goed, eerst spiegeltjes vrijmaken en dan proberen de ring, allee, de as, er gewoon uit te halen. En dan ja, kijken hoe de situatie zit. Spannend! Hey. De discobol zit erop en eigenlijk met nagenoeg geen probleem. Dus super blij. Maar voordat we jubelen, eerst eventjes checken of het allemaal werkt nu. Dit is het moment waar ik dus de laatste twee weken heel hard naar uitgekeken heb en ook heel hard over gestrest heb. Klopt het concept? Goed, we testen het. Oeh, oké. Okay. Yeah! En ik weet niet of je het ziet, maar dus hier de afstand tussen de spiegelbol en het achterwiel is super dicht bij elkaar. Nu, je zou kunnen denken, amai Henk, dat heb jij heel goed berekend en heel goed voorzien. Nee, ik heb echt chance gehad. Heb ik nu gezien. Er zit gewoon een centimeter tussen de band en de spiegelbol en een centimeter tussen de ketting en de spiegelbol. Dus meer dan genoeg. Yes! Oké, nu maak ik de beugels voor de spots. Yes!
Yes, oké, dit is quasi niet in beeld te brengen. Dit gaat niet, om dat op de juiste manier in beeld te brengen. Ik heb het geprobeerd, het lukt niet. Maar je ziet die armen hier. Voilà, die zijn een beetje raar gevormd, want ja, die moeten eigenlijk van alle onderdelen van de constructie ontwijken. Daarom dat die dus een zigzagvorm heeft. Ja, goed, dat ziet er spectaculair of op zijn minst cool uit. Maar dat is het dus ook om bepaalde stuknetconstructie te ontwijken hier in het midden. Want anders zou ik maar een heel klein beetje kunnen bewegen. En door hier deze vorm kan ik nu echt wel heel ver zwenken. En dan komen de spots hier aan deze kant uit en langs de andere kant ook. En dan vanachter de spot, dus eigenlijk rondom rond de drie spots die dus meedraaien met de stuurbeweging. Ha! Oh, man, zalig. En nu weet ik dat er heel veel van jullie nieuwsgierig zijn van Henk, hoe ziet het eruit? Ik weet het niet. Ik weet het niet, want ik heb niet de juiste spots om dat hier te proberen. Ik ga ervan uit dat het er cool zal uitzien. Het is nu kwestie van de juiste spot op de juiste positie te zetten. En dan werken we het geheel af. Hoe kunnen jullie het zien? Ah, volgende week en de koterij van volgende week. Want volgende week begin ik dus aan de opbouw, het uitwerken van het lichtplan en het decor voor Apocalypse. Ja, de tekst is zo goed als klaar. En nu moet dan nog een cool decor krijgen, een cool lichtplan, intro muziekjes ben ik aan te maken. Dus nog heel veel werk, maar we zijn al zeer goed opgeschoten. Dus volgende week laat ik jullie dit zien, als het lukt natuurlijk, laat ik jullie dit zien in al zijn glorie. Of toch op zijn minst een klein beetje een preview. Als je het echt wil zien, hieronder zet ik een link naar de tickets en alle speeldata van Apocalypse. Dus hieronder een link. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie graag op een voorstelling van Apocalypse. Ciao!